Oh, dat vind ik echt superleuk! Ja. Waarom ben je verliefd op mij? Vind je me heel knap? Maar je kan me niet meer whatsappen dat je me mist. Zoenen. Palo! Pak die Palo! Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Love Piet Blijft Slapen. Ja, en vandaag ben ik bij een hele speciale gast. Deze gast is echt massaal aangevraagd door jullie allemaal. En vanavond is het zover. Dan ga ik slapen bij, misschien kun je het al een beetje raden, Party Pipalo! Ja, daar gaan we slapen en we gaan even kijken of hij thuis is. Pipalo! Lampietje! Ja! Hey, lampietje! Dat je weer met de bank hebt. Leuk te zien. Ja, kijk, ik heb de cameraploeg meegenomen, Pablo. Want ja, je hebt het van zoveel gehoord, maar je bent echt een van de meest gevraagde gasten waarbij ik zou moeten gaan slapen. Dus ik heb het gehoord. Vandaag is het zover. Ja, dat is leuk. Laten we zien hoe wij samen slapen. Ja, want natuurlijk normaal ga je bij mensen slapen, maar nu we slapen natuurlijk altijd gewoon samen. Ja, wij slapen altijd samen. Ja, een klein geheimje, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, maar het is wel heel erg leuk om een keertje aan iedereen te laten zien hoe wij onze avond doorbrengen. Ja, en ons pietenhuis, hè? En ons pietenhuis. Dat is heel erg leuk. En de slaapkamer. Ja, kom even mee, kom even mee. Kom binnen, kom binnen. Leuk als eerste om laten zien, hallo Piet, onze eetzaal. Oeh. Wauw, mooi hè? Nou ja, en dan kan je dus kiezen of je gezellig gezamenlijk wilt eten. Maar als je eventjes geen zin hebt in jullie terugtrekken, dan heb je hier de privé. Ja, meestal gaan wij hier aan de grote tafel. Maar als je de daken op gaat en je moet ergens naar helemaal naar Texel, dat is heel veel met de boot en zo, dan ben je wat moeier van de nacht. Dan ben je later, en dan ga je meestal hier zo'n beetje zo heel. Een beetje heel rustig wakker worden. Weinig zo. Niemand. Ja, dat is dus de eetzaal. Hey Pablo, wat is wat wij normaal gesproken 's avonds doen? S'avonds gaan we soms muziek schrijven, doen we wel eens. Kampvuurtje, Rummy Cup doen we graag, vinden we heel erg leuk. YouTube kijken, TikToks. TikToks maken! TikToks maken? Dat doen we meestal. TikToks maken doen we echt heel vaak. Ja. TikTok maken? Wil jij nu, is dat een hint? TikTok is een hint? TikTokje maken? Oh, je wil samen nu gaan TikTokken. Zullen we een TikTokje maken met de camera? Ja, dat is leuk. Cool. Dan kun je zien hoe we dat doen. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Wat gaan we dat doen? Doen we. Eentje opzoeken. Gaan we daarheen? Ja. Ja. Even kijken. Naar buiten. Hier even doen op onze binnenplaats. Ja. Even kijken, dit is onze binnenplaats. En we gaan die TikTok met z'n allen doen. Dus even meedraaien. Niet wegrennen, terugkomen. Hier de geluidsman en de manager. En onze assistent. Even allemaal mee met de TikTok dans. Let's go. Kom maar. Jij gaat filmen. Pols draaien. Ja. Oh, die kunnen we doen. Pols draaien. Dan doen we zo schoppen zo en dan slaggen. Wat gaan we doen? Want ik moet bijna mijn pols krijgen, hè? Ja. Oké. Dus wat gaan we doen? Jij moet high five of zo dan, toch? Ja. Oké, komt daar. Ja, oké. Wacht, even oefenen. Wacht eventjes. Dus we gaan eerst zo. Hopla. Oh, en dan doe ik het pijn aan mijn hand. En dan ga je huilen. Dan ga ik een beetje meehuilen. Ja. Leuk. En dan moet je boos op de manager zo. Manager. En dan doen we zo. En dan gaan we zo dit doen. En op de beat. En dan stoppen. Stop. 3, 2, 1. Ja? Hallo? Kijk, je hebt geklikt. Ja, die is leuk. Ja. Many TikToks later. Oh, wat heb je daar nou weer? Nou, dit is een mand van Sinterklaas. Ja. Komt uit Madrid. Gemaakt van het hout van een stal uit Amerika, van Amerika uit 1841. Pablo, dit zit niet meer tot te wachten. Kun je het iets korter zeggen? Mand van Sinterklaas uit 1841. Nee, nog iets korter. Man van Sinterklaas. Nee, korter. Mand! Mand! Maar wat gaan we met deze mand doen? We gaan dus picknicken, Lofiet. Echt? Ja, bij zonsondergang. Dat is romantisch, hè? Oh, dat vind ik echt superleuk! Ja. Gaan we dat echt doen? En dan gaan we daar op het grasveldje doen, zo, daarachter. Daar? Oké. Okay. Kom even mee. Bij die takken zo. Bij die takken? Ja, dat is gezellig. Gewoon een beetje, toch? Takken nou, mag jij hem openmaken, Lofiet? Wat je hebt gedaan. Heel spannend, hè? Oh, ja, uiteraard. Natuurlijk. Je op die eikertjes liggen hier zo, ja, dat hoef je niet. Hard. Zo. Nou, en dan ga je lekker zo liggen, Lofietje. Ik dacht,
hè, de winkel was wel dicht, dus ik heb niet heel veel Lovepiet. Maar we hebben wel een hele lekker mandje. Nou, mandje. Lekkere. Mand! lekkere druifjes. Heerlijk! Ik ga even zo een lekker druifje geven, Lovepietje. Ja, dat is zomaar geregeld. Een trosje. Een hele tros. Een hapje. Pablo, vertel even, want dat vraagt altijd iedereen aan ons. Maar hoe kennen wij elkaar eigenlijk? Ik had mijn eerste hit, de Pieterstijl. Nou, toen was ik aan het schrijven aan een nieuw liedje. En ik was zo aan het schrijven aan een pianootje. En toen klopte Lovepietje aan. Toen was het lief op het eerste gezicht, toch, Lovepiet? Dat was echt lief op het eerste gezicht. Wat vind je zo leuk aan mij? Waarom ben je verliefd op mij? Vind je me heel knap? Nee, ik vond je heel knap, ja. En ik vind het leuk dat je kon zingen zo. Dat je muzikaal was. Mm-hmm. En gewoon, gewoon lief op het eerste gezicht. Het was gewoon magie. Magie was het toch? Het was gewoon magie. Het was een magic. Magic. En door die magie, toen zei hij op den duur van, hey Pablo, ik vind je wel een beetje leuk. En toen was het zoenen. Ja. Toen hebben we gezoend. Nee, toch? Jawel. Ja, kusje. Ja, kusje. Nou, Lovepietje. Ja. Dan komt het moment dat het bakje leeg is, nou bijna leeg, dat er nog één druifje in zit. En wat? Echte liefde is, nee, wou je zeggen, echte liefde is delen, dus ik geef hem jou. Nou, wat lief. Zo. Nou, dat is weer gezellig, hè, Pablootje? Dat hebben we weer helemaal goed geregeld. Ja. Maar wij slapen in... Er brandlicht. Kamer. Zes. Zes. Slapen wij. Kijk, heerlijk. Oh, jij wil... Ja, maar je zat alweer klaar. Kijk, hier chillen we dan zo. En het allerleukste, Lovepiet, als je hier komt, dan doe je zo je schoen uit. En hoep, dat doe je andere, altijd. En dan ga je zo springen. Oh, ja, hop, het bed. Hoelalalalala. Hoelalalala. Ja. Lekker springen. Hey. Leuk, hè? Point. Ja, en dan doe je ook een kussen de vechten. Lovepietje, we gaan eens even omkleden. Ja. Dit is mijn pyjama. Nou ja, deze ken je natuurlijk wel. En ik heb nieuw in dit seizoen heb ik een badjas. Oh, dat is wel lekker warm. Ja, lekker. Nou, zullen wij dan even. Moet wel even de camera even. Kom, ja, kom, ga je maar even mee. Ga maar even zo. Die kant op, zo. Niet op de badkamer in. Nee, ik ga maar even lopen. Die geluidsman. Geluidsman, ja. Even. Nou, wij. Dan zien jullie zo. Tot zo! Ja, oké. Okay, even hoor. Oh, blokje. Ja. Dag, hi. Tada! Zo, voilà. Voilà. Dan ga ik het tanden poetsen. We hebben dus privé badkamer. Een Lovepietje. Privé. Ik moet hem wel delen met jou. Oh, gaan we? Oh. Nou, gewoon even lekker tandjes poetsen. En voilà. Oh. 5 minutes later. Zo, klaar? Ja. Pablootje. Beetje op een kier. En voilà. Rijn lekker dicht. Doe ik even de lamp uit. Nou, je had het even een beetje tv aan, hè? Kijk, en dit is mijn kant. Wat lekker deze kant. En loopt tegen de andere kant. Kijk. En dat is een ding, nou ja, zo. Dan vallen we zo in slaap. Ja, ik denk een minuutje of 5 en dan zijn we zo nikker weg. We moeten nu... Nee, grapje. Nee, we moeten nu een beetje lekker voor chillen en dan vallen we zo in slaap. Nou, doe zo de lampjes uit. We moeten eerst nog even de kinderen doei zeggen, Lovepietje, toch? Ja, we moeten eerst nog even doei zeggen. Ja, want anders zien ze ons niet meer. Ja, want ik weet zeker dat ik vanavond er niet tussenuit sneak. Want ik ben met jou. Ja, maar ik kan me niet meer whatsappen in me mist. Eén ding vergeten we wel, hè. Wat dan? Want het kan zijn, Lovepiet, dat Sinterklaas aan de bel trekt zo meteen. En dat betekent... Wakker worden en de daken opgaan. Oh. En ik heb een verrassing, Lovepiet. Oh nee, nog één. Vanavond gaan we langs bij de kijkers. Dat is leuk, hè? Wat leuk! Ja. Dus vanavond mag jij je schoen zetten. En we gaan het proberen, Lovepiet, te vullen, hè? Ja, we gaan het zeker proberen te vullen. Maar mocht er nou niets in zitten, ja.
Niet getreurd, komen we de dag erna. We moeten heel veel schoentjes doen, maar ja. We gaan ons best doen. We zetten vanavond even de schoen en dan heel erg hard zingen, hè? Echt heel hard, dan horen we het wel, denk ja, ik. Ja, zo hard als je kan. Precies. Nou, Pablo, als we vannacht weer eruit moeten, dan zou ik zeggen, klappen ze in je handjes. 3, 2, 1, doei. Hoppa. Lekker slapen. Slaap lekker, schatje. Oh, dat is wel heel snel. Abonneer je nu op mijn kanaal. Niet vergeten, hè!